Welkom bij de uitleg van paragraaf 1.1 van globalisering, die gaat over het indelen op basis van demografische en culturele kenmerken. Ik heb hier een hele rij aan begrippen staan die we even kort bespreken. Regionalisering, bevolkingskenmerken, bevolkingsspreiding, bevolkingsdichtheid, bevolkingsgroei, het demografische transitiemodel, bezuinigingsgraad en tempo, het leeftijd op wel, culturatie en ruimtelijke diffusie. Eerst maar eens even kijken naar regionaliseren. Kijk, op het moment dat je iets wil zeggen over een vergelijking wil maken, of een vergelijking wil maken tussen regio's, dan kun je spreken van regionaliseren. Je gaat bijvoorbeeld Zuidoost-Azië indelen in een formele regio. Dat indelen van regio's, dat doe je eigenlijk op basis van dezelfde kenmerken. Dus je kiest voor de Human Development Index, voor je bruto nationaal product, voor je sectoren of jezelfde schaal. En regio's lopen in elkaar open, dat is een probleem, want er is geen fysieke grens als je het hebt over Zuidoost-Azië. Dus stel dat je kiest voor economische kenmerken, dan maak je de formele regio van Zuidoost-Azië. Bevolkingskenmerken, hoe ga je die nou vergelijken? Nou, dat doe je bijvoorbeeld op basis van demografie, leeftijdsopbouw, culturen. Je kijkt naar politiek, je kijkt naar de economie, naar de inkomsten van een persoon. En dat is lastig, want je kunt daar fouten in maken zoals je op een plaatje mooi kunt zien. Wat is nou demografie? Hè? Demografische indeling, je kijkt naar je bevolkingsspreiding. Waar wonen meer mensen? Waar wonen er weinig? Waarom is dat zo? Je kijkt naar je bevolkingsdichtheid. Hoeveel mensen wonen er hier per vierkante kilometer? En dat kun je op een kaart natuurlijk mooi neerzeggen. Kijk naar deze kaart van een andere methode buitenland, maar laten we het mooi zien. Je ziet het verschil, hè? Je bevolkingsspreiding, het gebied in de Randstad is dichter bevolkt dan in het noorden en het zuidoosten van Nederland. En je ziet dan in dit geval dus ook dat de bevolkingsdichtheid verschilt. Dus de bevolkingsdichtheid in het oosten en het westen van Nederland zijn verschillen. En dat betekent dat de bevolkingsspreiding in Nederland niet gelijk is. Hier zien we het nog een keer, bevolkingsdichtheid. Een andere vorm van een demografische verdeling is dat je kijkt naar de bevolkingsgroei. Je ziet op deze kaart dat er een krimp is in delen van Europa en in de voormalige Sovjetstaten. En dat er een sterke groei is in bijvoorbeeld Afrika. Dat is bijvoorbeeld een land dat dan in de semi-periferie valt en dat zich aan het ontwikkelen is. Waardoor het sterftecijfer al aan het dalen is, maar het geboortecijfer nog heel hoog is. Dat past dus ook hier heel mooi bij het demografisch transitiemodel. Je ziet de verschillende fases. Ik noemde net een land in Afrika dat in die gele zone valt. Dat is in dit geval een land dat zit in fase 2. Je hebt nog wel een heel hoog geboortecijfer, maar je sterftecijfer neemt af. Hoe werkt dit demografisch transitiemodel? Nou, het is eigenlijk niets anders dan een overgang van de fase waarin een land verkeert. Je ziet hier fase 1. Een hoog sterftecijfer en een hoog geboortecijfer. En de totale bevolking is nog relatief klein. Dat zie je aan deze bevolkingspyramide ook terug. Hè? Veel mensen jong, weinig oud. En die bevolking gaat toenemen op het moment dat je sterftecijfer daalt. Dat kan komen door bijvoorbeeld een vermindering of een verbetering van de kwaliteit van de ziekenhuizen, van de zorg. En dan gaat zo'n populatie enorm groeien. En je ziet dat die piramide steiler begint te worden. Ja, die deuk hierin die verdwijnt. En dat komt omdat er nu meer mensen zitten in de leeftijdscategorie van bijvoorbeeld 30 tot 40 jaar. Nou, die trend die zet door. Je ziet dat hier het geboortecijfer gaat dalen. Want mensen komen erachter van, goh, ik heb zoveel kinderen niet meer nodig. Of er komt vrouwenemancipatie. En dan zie je dat de vorm van dit model, toren of klokmodel, zich gaat aanpassen. Je ziet dat die piek verdwijnt en rond wat af, dus de mensen worden ouder en ouder. Maar die verschillen tussen geboorte en het aantal mensen dat er op latere leeftijd zijn, neemt af. Dan heb je fase 4, je ziet dat die ontwikkeling helemaal omgaat. Je ziet dat het aantal kinderen sterk is afgenomen. Hè? Je ziet dat het geboortecijfer en het sterftecijfer elkaar naderen. In dit geval betekent dat het dus een demografische, bijna een demografische afname is van je bevolking. Demografische krimp noem je dat. En dat er een grote populatie zit in de leeftijdscategorie, zeg maar rond de 60. Dit is het voorbeeld waar Nederland momenteel in verkeert. We hebben te maken met vergrijzing. Dat komt omdat de populatie hierbovenin in die leeftijdscategorie
van 50, 60, 70 jaar steeds groter wordt, maar er komen minder kinderen bij. En dat noem je ontgroening. Fase 5, Japan, Duitsland. Hier heb je te maken met een sterfteoverschot. Er gaan meer mensen dood dan dat er geboren worden. En het gevolg daarvan is dat je bevolking zal gaan krimpen. Een andere vorm die je kunt gebruiken om te kijken naar hoe ver een land ontwikkeld is, is je urbanisatiegraad. Op deze kaart zie je de urbanisatiegraad als een percentage van de bevolking. En het geldt hoe armer een land, hoe lager de urbanisatiegraad. Waarom? Veel mensen in arme landen leven nog op het platteland. Denk aan Zuidoost-Azië. Zuidoost-Azië heeft in dit geval een urbanisatiegraad die laag is. 70% van de mensen woont over het algemeen nog op het platteland. En hoe meer ontwikkeld een land is, hoe meer mensen er gaan urbaniseren. Ofwel naar de stad toe gaan en daar willen gaan wonen. Nou, hier zie je nog een keer leeftijdsopbouw van de verschillende type bevolkingsdiagrammen. Die we net in het demografisch transitiemodel al hebben behandeld. Je ziet de piramide, veel mensen onderin, jongeren, minder gemiddelden om het maar zo te zeggen, weinig ouderen. Hoe meer ontwikkeld een land, hoe meer mensen er in die bovenste twee segmenten van die diagram. Dus op het moment dat je een bevolkingsdiagram ziet in deze vorm, in zo'n urn of klokvormige of uivormig model, ui of urn is dit, en dit is klok, excuus, dan zie je dat de bevolking zich heeft ontwikkeld, er is een goede gezondheid, zorgt veel inkomen en mensen worden oud. Dan is er nog een ander begrip, acculturatie. En culturen nemen zaken zoals eetgewoonten langzaamaan van elkaar over. En het vermengen van culturen, dat noemen ze wel acculturatie. Je ziet links de oorspronkelijke vormen van een cultuur. En je ziet dat er binnen die cultuur al iemand is komen te wonen die andere cultuurkenmerken vertoont. Hij gaat die cultuurkenmerken verplaatsen en verdelen onder de bevolking. En wat gebeurt er dan? Die cultuur die verandert. En op den duur leidt dat ertoe dat je bevolking niet meer zo homogeen is als dat die oorspronkelijk was. Er komt een sterke vermenging van culturele kenmerken in de samenleving. Nou, binnen die cultuur heb je ook nog ruimtelijke diffusie, ruimtelijke spreiding. Want kenmerken van culturen die verspreiden zich van het ene naar het andere gebied. En dat kan op verschillende manieren. Dat kan gebeuren met behulp van expansie. Bijvoorbeeld technologische innovaties die een belangrijke invloed gaan uitoefenen op hoe een land functioneert. Relocatie, dat komt uit migratie voort. Een cultuurkenmerk wordt meegenomen naar een andere plek. Dat is eigenlijk wat je hier ziet, relocatie. Deze persoon heeft het meegenomen naar een nieuwe plek. Contactdiffusie, door handelscontacten wisselen mensen kennis uit. En hiërarchische diffusie, en dat gaat via een netwerk van plaatsen. Bijvoorbeeld het katholicisme dat zich verspreidde over de hele wereld. En het christendom wat daarmee verspreid werd, dat gebeurde dus door middel van diffusie. En dat noem je hiërarchische diffusie. Goed, tot zover deze paragraaf. We hebben een heleboel zaken behandeld. Kijk ze ook nog naar in je boek. Het geeft wel een beeld van hoe je op verschillende manieren kunt kijken naar hoe een land in elkaar zit. En welke kenmerken daarbij van belang zijn.